Yo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag gaan we kijken op de kermis wat je wint met 20 euro. Let's go! Oké, jongens, heb jij 20 euro? Ik heb 20 euro. Oké, Koen heeft dus 20 euro en daarmee gaan we dus kijken wat winnen we nou met 20 euro. Want we hebben het met enorme bedragen gedaan, maar dat is niet reëel. Dus we gaan nu met een reëel bedrag doen van 20 euro. Koen krijgt 20 euro, ik krijg 20 euro en dan gaan we kijken wat we winnen. Dus we gaan even een rondje lopen, even kijken wat op deze kermis is en wat we kunnen gaan winnen. We hebben even een rondje gelopen. Er is best wel veel, het is wel een kleine kermis. Ja. Maar ik ga mijn geld wisselen naar mijn euro's. Want we moeten nu verspreiden. Je kansen verspreiden. Ja, dat is belangrijk. Ik ga denk wel beginnen met knippen. Het zou echt de dream zijn, hè, als dit ooit lukt. Het bij is hoeveel geld zal die eruit gaan? Ja, ik denk 1200 of zo. Ja. Of meer misschien. 2000. Ja, en dan even de AirPods. Ja. Kleine kans. Kleine kans. Lopen dan hè, met ons jasje. Zo, in de hitte. Het is zo warm ineens. Kom op, kom op. Gieten dat ding. Hoi. Uitbetaling. Natellen, hè, altijd. Allemaal euro's. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb even gewacht dat meerdere mensen hadden gespeeld op één ding. Want we moeten natuurlijk tactisch spelen. Mooi en dan kan je 5 keer spelen voor 2 euro. Ja, en hier was net lekker op gespeeld. Ja, dus ik ga gewoon proberen. Oké, okay, okay, lekker klauwtje. Oké. Okay. Dat is wel een moeilijke. Dat is jammer. Dit is al 10% van mijn geld, hè, wat ik erin heb gegooid. Ja, ik zei net al, 20 euro is eigenlijk niks. Is niet heel erg. Voor op de kermis. Ja. Voor 20 euro. Je wil eigenlijk 32 games doen voor het dientje. Ja. Maar daarom was deze challenge ook. Ja. Ai, 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 nog 2 keer. Nou, daar ben ik al mijn eerste 2 euro kwijt, hè. Kom op. Hop. Hij gaat niet heel goed. Ja, nog niet goed. Is dit de laatste? Is de laatste. De allerlaatste. Nee. Nee, ja, jammer. 2 euro. Ja, 2 euro. Ik ga niet meer erin gooien. Dan ga ik even een korte coin pusher doen, denk ik. Ga jij even coin pusher doen? Een korte coin pusher. Okay. Dus ik weet zeker op de kermis, bij de coin pusher win je wel het meest. Qua gegarandeerd prijs, een lolly, en aansteker. Ja, dus ook al ga je je 20 euro, heb je sowieso altijd wel een prijsje. Ja. Maar het is leuker om te schieten en weet ik wat verschillende dingen te doen. Ik denk gewoon een tientje. Nou, dan doe je een tientje. De helft. Ja. 100 euro, komt u maar. Neem je beker. Nou, dit zijn wel kleine bakjes, vergeleken wat we normaal doen. Ja, daarom. We zijn te veel verwend, ik weet het. Deze ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Ga je deze echt doen? De joker pakken we mee. Koen is altijd een teamverband. Die doen we altijd samen. Wij zijn altijd één team. Eén team, één taak. Ja. Hoor, ik ga er wel voor. Oh, die valt wel al bijna. Ik denk dat je hier echt wel een goeie hebt, hoor. Ik denk het ook wel. Maar nog geen munt, hè? Niks nog. Nee, dat is waar. En mijn 100 munten, die gaan hard, hoor. Die gaan hard. Nu zie je eigenlijk hoe prijzig de coin pusher is, hè? Eigenlijk alles. Net als dat knippen, even 2 euro. Ja. Ja, je hebt nu wel. Oké, dat was wel een goeie. Oh, oh, yo! Ja hoor! Oh! Ja, dit gaat je lukken, ja, he, met een tientje. Hij gaat bijna vallen. Hé, hey, als dit lukt met een tientje, heb je het heel goed gedaan. Oké, eerst een 500. Komt ie. Ja, hoppa. Ja. Je hebt een joker. Oké, dan denk ik dat we hier klaar zijn. Ja, hè? Ah, dit zou je nog kunnen... Ja, dit wordt hem. Nee. Nee, ik skip hem. Ja, gelijk heb je. Nou, ik denk dat je meer hebt dan 100 munten. Totaal. 8k aantal en de munten. Heel netjes gedaan. Oeh. Ja. Ga je die doen? Ja. Ja? Deze ligt gewoon hetzelfde als net, maar het is wel heel zwaar. Ja, deze is wel heel zwaar en in de hoeken gaat hij het minst snel vallen. Dus het beste is altijd hiervoor. Maar ja, de joker slecht ze altijd in de hoeken. Ik ga het proberen. Ja, gelijk heb je. Ja, let op. Dat was wel netjes. Als dit je nog lukt, echt, als jij met 10 euro 2 jokers kan pakken, dat is niet normaal. Maar dat hebben we nog nooit eerder gehad. Nee, echt niet. Komt er? Oh, ja! Je hebt hem! Oh mijn god! Zo, dit gaat wel. Ja, het gaat heel goed nu. Die gaan we ook nog pakken. Ja, mooi. Yo. Kijk eens, 1000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Ja, dit had ik niet verwacht. Dit ging heel snel. Ik ga die ook nog pakken. 9k en ook al van die andere. Dit gaat hard. Je hebt meer dan 1k dit is de beste per ooit, euro. Hoor. Ja. Dit is echt de beste ooit qua coin pushen. Komt er. Oh, ja. Hij duwt hem wel hoor. Hij was wel close. Hij was heel erg close. Ja. Hij glijdt. Hij glijdt. Ja, dat is 1.
Trivia! Oké, klaar hier. Ja, nu stoppen. Ik moet oprecht zeggen, dit gaat wel verdacht goed hoor. Niet normaal. Dit is echt... Nee, dit hebben we nog nooit eerder gehad. Met 10 euro! Serieus, zonder grap. Ja, dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Gewoon echt skills dit hoor. En geluk. Echt geluk. Ja, je moet gewoon uitzoeken. Hier, en weer een bakje vol. En weer verder zoeken naar het juiste apparaat. We zijn weer terug bij die andere. Ja, een torentje. Het torentje proberen. Zo'n torentje is ongeveer gelijk aan één joker. Ja, dat denk ik wel, ja. Wel moet ik zeggen, een torentje is heel zwaar, dus die krijg je vaak niet. Maar Koen gaat het wel lukken, let maar weer op, hè. Hij zit tegen het glas. Maar hij zit vast nu. Ja, hij ligt echt Ja. Ja, dat was hem. Nou. Hé, hey, ik zou nog eventjes voor die gaan, ja, of niet? Zeker. Echt, als je dit zou verdubbelen tot 100 euro, dat kan niet. Het is wel leuker spelen, omdat normaal is het, hè, met 200 euro denk je, ik speel hem toch wel En nu ga je tactisch spelen. En nu heb je de druk. We moeten eens een keer tactisch spelen met 100 euro, maar ja, dan ga je toch niet tactisch spelen. Want dan denk je, oh, ik pak kan deze wel. Ja. Kan wel. Ik kan er niet over uit, jongens. Een hele bak voor 10 euro en dan weer allemaal munten. Ja, dat was het. Je gooit de laatste paar munten erin. En het gaat me toch niet gebeuren dat jij die 3K wint. Nou, ik zie hem wel bewegen. Ik zie hem ook bewegen. Hij ligt echt bijna tegen het glas, hè? Nee. Dat was echt de laatste. Oh nee, hij ligt klem. Oh nee, ja, dan gooi ik hem wel af, toch? Nou, weer. Nou, tellen, dit was hem. Ja, heel echt veel. Sick, echt sick. Oké, jongens, maar even, dit is ongekend. Dit lukt normaal nooit met 100 euro bijna, joh. We hebben met 100 euro winnen we ongeveer 130.000 punten, toch? Ja. 130.000 punten en met 200 euro hebben we ongeveer 200 nog wat, 250.000 punten. Koen heeft dus nu al sowieso dit is 10. Met 10 euro 1000 punten. 10.000. Dus 10.000 punten met 10 euro, dat kan al niet. Dat kan al bijna niet. Dat is al zwaar boven gemiddeld. Kijk wat je nog allemaal er meer bij hebt. Nou, tellen. Even tellen. Hoeveel is het? 41.500 stuks. Ja, dat is echt sick. Dat is echt wel heel netjes. 41.500. Nou, zoek maar een prijs uit. Ja, zoek misschien, ik denk dat we misschien nu wel op een waardige prijs zitten van een tientje. Dat dit gelijk staat aan een tientje. Ja, dat zou best kunnen. We gaan even uitzoeken. Ja. Top, dankjewel. Hoeveel was het? 47. Netjes. Kijk, dat zijn allemaal van die poppen. Nou, 25.000. Jij zag een special edition en jij zei, doe die maar. Die glittert mooi. Ja, die glittert mooi. De limited edition. Ja. Ja, misschien wel leuk om bij te geven bij een bestelling. Iemand die bij ons bestelt krijgt deze gratis. Carsview.nl, juist, kunnen we doen. Zijn een beetje gemast. Ja. En we zeiden net, ja, we kunnen weggeven, zegt hij nou. Geef die andere punten ook, maar dan krijg je er twee. Kan je eentje weggeven, dus eentje voor jezelf. Dus we geven er eentje weg en eentje geven bij een bestelling. Een random bestelling van Carsview.nl. Ja, inderdaad. Dus eentje gaat inderdaad bij een bestelling en eentje houden we. Nou, jij mag weer spelen. Ja. Oké. Ik ga voor de tickets. De tickets. Ik ga kijken of de tickets kan. Ik ken deze machine wel van Beverwijk. Ja, ik ook. Hey. Kan er geen briefgeld in? Maar ik wou voor 5, even kijken. 5,60 games. Even kijken hoe dat moet. Ja. Hieronder. Oh ja, zo. Kijk eens. Dit is goed verstopt. Hoppakee. Ja, daar gaat hij. 60 games. Ik hoop dat ik een beetje goeie ben. Hoe werkte dit ook alweer? Ja, dat is goed. Oh, kijk eens. Ja, de eerste tickets komen al. Oh, 10 tickets, nice. Iets met sterren. Hey! Dat is nice, 100 tickets. Dat is heel nice. Ja, als die vol is inderdaad. Ze moeten nog 2, bij dat rad. Oh ja. Kijk hem gaan. Niet druk als een jekko. Hey! Oh. Wat is dit? Mystery win. Oké. Kijk wat je gaat doen. Oké, 3 stapjes. Oh zo. Oké. Tickets. Oh, wat was dat? Jammer. 5 tickets. Oh, de volgende winnaar is keer 3. Oh. Ah, dat is jammer. Dat is niet veel. Hij brandt nog wel rood. Ja, hij is nog steeds keer 3, want hij heeft nog steeds keer 3. Oh. Oh ja, dat was keer 3. Ah, dat hebben we ook 5 en dan keer 3. Oh. 10 punten. Lekker. 10 keer 20, hè? Elke ticket is keer 20. Ja, gemiddeld. Dat is echt netjes. Ja, dat is wel lekker. Daar gaat je weer. Oké. Ik hoop weer keer 3. Oké. Oh, free play. 5 tickets. Wat boost. Oh. Wat gebeurt er allemaal? Oh, dat was het. Zo, gebeurt wel veel. Ja, ik weet maar niet ik weet niet wat er is gebeurd. Wat is dit? Oh, dit is free play. Allemaal free spins dit, hè? Allemaal free, totdat je wat wint.
8 keer. 7. Hey, als die en die doet, heb ik weer 100. Zakken. Je moet klikken of niet? Ja, ja, ja. Oh, ja. 100. 100. Nice. Hey, met 5 euro, hè? Is wel netjes. Laatste. Last. Dat was hem. Nou, inleveren. Ik denk wel dat dit heel netjes is, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Echt netjes. Nou, meteen de machine ernaast. Dat is wel chill, ja. Giet hem maar. Ik zag zo'n TikTok, als je hem er snel in, uit doet, dan scant hij hem gewoon. Kijk, we gaan testen. Nee. Hij scheurt hem, hè? Nee. Nee, hè? Nee. Werkt niet. Kijk maar, ik probeer het echt, hè? Nee. Nee, een halve. Nee, hij doet het niet. Netjes, netjes, netjes. Printen. Hoppa. 6560. Met 5 euro. Is wel netjes. Netjes. Kijk of een knuffeltje kan uitzoeken. Alsjeblieft, dank je. Kijk eens. Mijn mini knuffel. Mijn eerste prijs. Lekker. Volgende. Nou, laten we verder gaan. Oké, okay, sterren schieten. Sterren schieten, welke kleur zou ik kiezen? Zal ik voor groen gaan? Groen is een lekker kleurtje. Groen moet je doen, hè? Ja, altijd op groen. Waar begin je? Ja. Random. Random. Ik zag hem wel bewegen. Ja, maar het was hem niet. Dat was de eerste. De eerste. De tweede. Doe gewoon steeds eentje ernaast, hè. Hoppa. Nummer 3. Ik ga nu eentje eronder. Zo. Dit gaat lekker, hoor. Schiet hem. Oh. Hoppa. Zo, 2-1. 2-1. Ja, die telt niet, hè. Jawel. Oh. Zo. Zo, die is kapot. Die is kapot. Nu ga ik die halve doen. Wat ja, die is ook kapot. Ik ga een hartje maken. Ja. Nu een mooi hartje. Ja. Zo, eigenlijk moet boven nog. Die bovenste. Ah, jammer. Leeg. Leeg. Op zich wel netjes. Geen hartje, maar wel netjes. Netjes. Top, dankjewel. 20 punten, wat uitzoeken. Ja. Jij weet jouw prijs? Ja. Ja, ik denk dat ik ga voor 20, of 2 keer knaletten. En 2 van die bombbanks. Die zijn helemaal nieuw. Ja, die zie ik al heel veel op de grond liggen. Ja, dan kunnen we even testen. Jij gaat voor de... Skibal. Skibal. Lekker okay. Muziekje hoor. Nou, ja, we gaan maar beginnen weer. Hoppa, een hele nieuwe. Hij ging heel snel erin. Hij ging snel. Ik voor 5 euro, dus heb ik 15 ballen. Komt ie. Oh. Echt oh. Skibal, hè? 600. 600. Dan geef maar de punten weer. De laatste, 5 euro. Ja, dat gaat hard, ja. Ja. Ik wil niet veel zeggen, maar het gaat niet heel goed. Het ging niet goed. Dit was 5 euro. Dit kan ook met 1 bal. Dat kan zeker met 1 bal. Ja. Nou, kijk. Hoeveel je hebt? Hoeveel 5 euro. Ik denk een sleutelhanger. Daar zit hier een gekke ei. Ja. Leuk voor het vlogkanaal. Grow in the water. Ja. 5 puntjes meer. Ja, 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 dat maar wel misschien. Lukken, toch? Dankjewel. Hoppa. Nou, wat ga jij met een nou, leuk hoor. Ik had een lijpe knuffel. Ja, deze is wel leuk. Als ik die win... Die ene was leuk, in Purmerend, die rubber. Ja. Dat was echt een grote. Hoi, hoi, hoi. Ja, maar dat is wel lekker hoor, dit. Ja, drie kansen. Oh, nee joh. Afpast, alsjeblieft. Oh, oh mijn zo, god. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Op 2 euro. Hoe heb je erin gegooid? 2 euro. 2 euro's. Om het buikje. Oké, dit gaat altijd goed. Hou vast, hou vast. Oh. Zo. Het is wel een sterke hap. Hou vast. Oeh. Nog een keer. Maar ik ga er nu voor. Nee, dat wilde ik helemaal niet. Jawel, dit wilde ik. Ah, bijna. Ik wil er meer deze kant op slepen. Hou vast. Oh, hij is wel close. Hij kan nog best vaak. Ja, ik heb er nu 5 euro in. Gewoon dus 7 euro totaal. Kom op. Hij gaat wel echt krom hoor. Hou vast. Oh. Oh. Oh, het oortje ligt er al in. Ja, we hebben 0,1%. Ja. Die hebben we al. Ik ga bijna die man roepen van hij ligt erin, hè? Hou vast. Ja, hebben. Ik kies ook weer de moeilijkste uit. Hè. Dit is echt een Star Wars van Disney. Een dure. Oh! Dit kan hem zijn. Dit kan hem zijn. Een keeper. Oh! Ja. Ah, ja. Hij ligt er bijna bij deze in. Nee, ja, hey, ik heb nog maar 1 euro. Ik ga denk één keer grijpen en dan ben ik leuk. De laatste euro. Are you ready? Ready. Ik ben blut. 20 euro lichter. Nou, laten wij eens even een eindstand doen wie heeft gewonnen van ons twee.
Hoeveel heb jij nog? Ik heb nog één mooi brief. Bijna niks. Één brief van 5. Dus? Ja, dat betekent dat ik hem hier ook wel wil inbikkeren. Ja, dat dacht ik al. Ja. Geven. Ja, ik dacht al. Ah. Ja, ik dacht al. Hoppa. 9 coins, je mag 9 keer. Komt ie. Oh, nee. Te vroeg. Te vroeg. Oh. Als goed deze nog wint ook. Oh, touwtje moet... beweegt wel hoor. Oh. Heb je nou gechopt? Nee. Hoeveel heb ik nog? Oh, nou. Je bent al blut. Dat ging heel hard dit. Die 5 euro was zo weg. Ja, dit ging heel hard. Even een eindstand. Nou, Koen pakt even al zijn prijzen erbij. We gaan er even een mooie eindstand van maken. Kijk eens wat Koen legt al zijn prijzen neer, ik leg even al mijn prijzen neer. Gaan we het verschil zien. Oh nee, die tellen niet hè. Ja, okay. Nee ja, het is die prijs jongens. Ik ben 20 euro. Is serieus geld 20 serieus euro? Serieus geld heb ik. Een heel klein knuffeltje. Nou, dat zal vrij weinig niks waard zijn. Knalerten, nou die kosten ook echt 25 cent. Nee, die hebben we onbeperkt. En deze. Knallers. Knallers. Nou, wat het doet, ik heb geen idee, maar als je er eens in knijpt. Ah, misschien doet hij wel een leuke bang. Ah, hij moet wel bangen toch? Zou je er een boete voor krijgen voor milieuvervuiling? Ik gooi liever een knalerts op de straat dan een plastic zakje met een bang erin. Ja, stel gooi. Oh joh, zo! Oh, dat ding, check die auto ook. Oh nee, carwash4you.nl. Ja, echt, maar dat kan echt niet. Wat is dit voor spul? Nee, en wat, die ander moet ook. Zo! Nou! Het is wel leuk. Maar ja. Ik denk als ik dit voor een agentje neem, gewoon dat je zegt, ja, dit ligt milieuvervuiling, ja, kom maar door. Inleveren die bon. 90 euro. Nee, leuk. Ja, nee, dat heb ik voor mijn 20. En wat heb jij voor 20 euro? Ja, ik heb 2 mooie limited edition Funko Pops. Ja, maak het maar duurder limited dan het is hoor. Edition. Ja, ja, ja. Een ei, en die kunnen jullie zien op het vlogkanaal, en dan gaan wij even wat prijsjes openmaken, want we hebben ook nog een mooie headset die we nooit hebben opgemaakt. Dus we gaan even daar wat prijzen openmaken, volg ons op het vlogkanaal. Ja. Eindstand. Je kan met 20 euro naar de kermis terugkomen met een paar leuke prijzen. Ik moet wel zeggen, wij hebben nog nooit zoveel geluk gehad bij de coinpusher. Dat is echt wel bizar. Precies. Dus daarom, je kan terugkomen met een leuke prijs. Ja. Of je kan terugkomen met een leuk plezier en dat je het leuk hebt gehad. Ja, maar net als dat knippen net. Ja. Ik weet niet hoe snel per minuut die kast dat verdient. En we hebben wel eens 2 euro een groot knuffel gewonnen. Zeker. Het ligt echt, het is een beetje variaat van hoe en wat. Ja. Maar dit winnen wij dus met 20 euro. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.